Iedereen klaagt natuurlijk altijd over die stoute boefjes die wij pakken. Maar wie koopt nu al die gejatte troep? 2 weken geleden toonde Danny aan dat je in Amsterdam zonder problemen een fiets kan jatten en dat vrijwel niemand ingrijpt. Deze week kijken we hoe makkelijk het is om een overduidelijk gestolen fiets te verkopen. Het is een dure fiets van 700 euro. Het opengezaagd slot hangt er nog aan. Hij is open geweest, hij is gestolen. Mevrouw, zoekt u een fiets? Nee? Fiets kopen? Mooie fiets? Nee? Dag mevrouw, bent u op zoek naar een mooie fiets? Echt niet? Hé jongens, waarom lopen als jullie een leuk fiets kunnen kopen? Ziet er prachtig uit. Ja, dat is waar. Maar ik doe wel liever niet. Nee? Ja, ik ben een fiets aan het verkopen. Dat is wel een leuke fiets natuurlijk. Top fiets. De slot is een beetje doorgezaagd en deze sleutel heb ik ook niet, dus... 50 euro mag je me hebben, is een beetje te groot voor mij. Ja, goed. Best wel chill. Ja, toch? Leuk fiets kopen? Ja. 50 euro. Hoeveel? 50 euro. Wie wil nou? Ja, nu ga ik hoge vragen, hoog geld vragen. We gaan nu geen ruzie krijgen, jongens. Nee, ik hoef hem niet te zeggen. Ik wil hem wel, maar ik moet even geld halen thuis. Waar? Thuis? Ken je die pinnen daar? Nee, man. 50 euro. 50 euro is geen geld, toch? Hallo? 50. Ik ga Jeroen even bellen. Stopfiets. Maar het is een beetje groot voor mij. Nee, ik krijg hem niet te pakken. Kan je hem niet te pakken? Nee. Leuk fiets kopen? 50 euro. Is die veel? Nee. Gestolen. Wat, de fiets? Nee joh. Ik steel niet. Ik heb gevonden. Maar kom op, kom eens even. Hoeveel geef je dan? Wat zeg jij? 30? Is goed. Mag hem hebben. Echt? 30 euro, top. Maar is het doet alles nog? Alles doet het. Even een rondje opmaken. Ah, je fiets top, toch? Zeg eerlijk. Is die goed? Nou, hier komt de 30 euro. Joepie. Top, dankjewel. Alsjeblieft. Hoe fietste die? Nou, het fietste wel lekker, maar te hoog voor mij. Te hoog? Ja. Maar het hield je niet om te kopen? Nee, dat niet. Je hebt hem waarschijnlijk gewoon gestolen, anders kan het niet voor 30 euro zo'n mooie fiets. En toch kopen? Een beetje vreemd. Ja, weet je, het gebeurt heel veel in Amsterdam. Het is heel normaal. Het zijn gewoon mensen die verkopen voor 10 euro een fiets van die junkies. En ja. Het gebeurt zo ontzettend veel natuurlijk. En ik heb zoiets van, als mijn fiets gejat is, nou dan... Doe je het terug, denk ik. Maar denk je niet van, goh, als ik die fiets nou niet koop, dat de diefstal er misschien ophoudt? Er moet toch ergens iets beginnen, hè? Ja, dat wel. Het zou inderdaad kunnen beginnen bij mensen die zeggen van, ik doe het niet. Maar omdat je zelf continu slachtoffer bent en een nieuwe fiets koopt, dan is het weer zover. Ja, Richard Korver, hebben advocaten ook een vaste fietsenjunk? Nee, het is opgenomen, dit item, vlak bij mijn kantoor. Ik moet u zeggen, ik kom ze daar eigenlijk nooit tegen. Ja, zoals u kon zien, veel mensen waren geïnteresseerd in de fiets. Verbaast u dat? Nee, het is voor iedere Nederlander crisistijd. Maar tegelijkertijd, op het moment dat je daarop ingaat... dan creëer je in feite weer aanbod. En ben je op een gegeven moment zelf de peanut. Ja. Dus het is niet verstandig. En zijn de mensen er zich van bewust dat het ook strafbaar is eigenlijk wat ze doen? Want het is heling. Nou, als je de reactie van die blonde mevrouw hoort, dan is zij zich daar in ieder geval wel van bewust. Hè? Want ze zegt, ja, eigenlijk wist ik het wel. Maar ze hoopt dan dat ze niet gepakt wordt. Dus hoe kleiner de pakkans is, of hoe kleiner men denkt dat de pakkans is, hoe eerder de Nederlander bereid is om dat te doen. Maar het blijft strafbaar, het is heling.